Sandra, met wie woon je hier? Ik woon hier met mijn moeder, mijn vader en mijn zus Vera. Twee meiden in huis? Ja. Ja? Hoe oud ben je? Ik ben 17. Wij hebben thuis een gerbra-kwekerij. En daar helpen wij, als het zaterdag helpen wij daar ook wel eens mee. En in de vakantie. Dus jullie hebben een bedrijf aan huis eigenlijk? Ja. Ja, ik zie daar wat prijzen. Zijn dat allemaal jouw prijzen? Of ja. Allemaal? Heb je nog meer prijzen? Ja, in de kantine bij de kast staan een hele bekerkast. Zo hé, dat zijn de partijprijzen. Wanneer ben jij met wielrennen begonnen? Nou, ik was 8 jaar en mijn vader die vond fietsen heel leuk. En dat vindt hij nou nog. En die vond dat dus wel iets voor mijn zus. Maar ik wilde toen ook een fiets en die kreeg ik toen dus ook. Fiets je nou met een team? Ja, ik ben in Breda, bij een club zit ik. Maar daarnaast zit ik ook bij Jong Oranje. En daar zijn we met vier meiden, met heel het land. En dat is heel gezellig. En we trainen ook af en toe trainingskamp en dat is ook wel zwaar, maar het is ook gezellig met elkaar. Maar normaal gesproken train jij hoeveel uur per dag? 2 uur? Gemiddeld, nou nu nog niet, maar straks toch wel 2 uur per dag, zeg maar. Ja, als ik veel wil gaan trainen, dan train ik bijvoorbeeld 100 kilometer. En als ik nu veel ga trainen, dan is het maar 40 kilometer bijvoorbeeld. Maar dat bepaal je toch niet zelf, neem ik aan? Hoeveel je fietst? Jawel, je moet toch naar je eigen lichaam luisteren. Heb jij voorbeelden? Waar je zegt, nou, dat vind ik nou iemand waarvan ik denk, ja. Ja, Leontien van Morsel. Maar wat maakt haar zo goed in jouw ogen? Ja, gewoon, als je haar ziet rijden, je ziet gewoon ja, de kracht die ze eruit straalt en zo. Ze rijdt zomaar even bergop, rijdt ze zo van die andere weg. Dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. Wat vinden ze er op school van eigenlijk? Ja, ze, eerst denken ze van een meisje dat doet wielrennen. Ja, goh. Moeten ze allemaal eerst wel denken, zo van, ik dacht dat het een mannensport was. Maar ja, ze vinden het toch wel leuk. En dan zie je dat je naar een wereldkampioenschap bent geweest en dan is het natuurlijk helemaal wauw. Ja, maar daar ben je ook geweest, hè? In Australië. Australië, ja. Ja, door en door koud. Ik heb het volgende voorstel. Je hebt nou ontzettend hard gefietst. We hebben het de hele dag over wielrennen gehad. We stoppen ermee. Ja. Je gaat in bad, trekt je mooiste kleren aan en ik neem je mee uit eten. Dat wil ik je mee tegen. Ja, kom op. Oh. Hoeveel kilometer heb je nou gedaan? Zit dat? Vind je lekker? Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Heb je nou het gevoel dat je vader of je moeder, maar omdat je vader over het fietsen ooit begonnen is, dat hij jou prest om nee, te gaan helemaal fietsen? Niet. Hij zegt gewoon, je doet het graag of niet. En als je het niet graag doet, dan moet je er gewoon mee stoppen. Plezier is toch het belangrijkste. Moet je ook wel zo huilen eigenlijk, naar zo'n wedstrijd? Nou, als het echt heel belangrijk is geweest, en je had ontzettend veel kans om te winnen, dan mag je van mij best wel een keer halen. Maar toen is het er? Dat had ik toen wel gedaan, ja. Wanneer toen? Toen ik tweede was op het Nederlands kampioenschap. Wanneer was dat? Ik maakte gewoon ontzettend veel kans en ja, ik was net tweede. Ja, tweede is natuurlijk ook goed, maar je wilt toch die kampioenstrijd, zeg maar. Van wie zou je wel eens willen winnen? Van Leontien. Bergop zou ik heel graag willen.
Goedenavond. Hallo. Ik wil je namelijk wat vertellen. Ja, ik dacht al niet. Ik zag Boekel en ik denk, oh jee. Ja? Maar ja. Er is namelijk vandaag iemand jarig. Ja. Ja, en dat is jouw grote idool. Oh. Dat is leuk. Dan weet jij zelf wel wie het is, of niet? Ja. Heb je er wel zo de hand gegeven? Nee. Hallo. Hallo. Hartstikke gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ze weet van niks. Nee, ja, ik weet het. Ik zag Boekel staan en ik denk, oh jee. Ze heeft het de hele dag over je gehad. Oh god. Het grote idool. Zo worden als Leontien. Maar heb jij nou nog een tip voor haar? Want ze... Een tip? Gewoon dat ze er plezier in houdt en gewoon lekker hem een beetje zijn op een heel ontspannen manier. En dan komt het wel. Talent heeft ze, hoor ik, hier en daar. Dus dan komt de rest vanzelf wel. Gaan jullie nou nog samen trainen of niet? Ja, ze zal dadelijk wel in de nationale ploeg komen. Dus zullen we nog heel wat uurtjes samen maken. Vind je het een beetje leuk? Ja, fantastisch leuk. Dus ook, ben je in één keer op de verjaardag van Leontien van Marsel? Ik zou zeggen, kom erbij zitten. Ja, dat is goed. Weg met de gekke kamer. Ja, oké, goed. Hey Sandra, deze wil ik jou even overhandigen. En ik hoop dat je hem nog een keer zelf mag verdienen. Kijk eens. Alsjeblieft. Zo.